Oh, volgens mij doet hij het. Even nog mijn oortjes in. Even kijken, daar is Marjolein. Wat leuk, welkom allemaal. Nou, ik ben Florine Duif. Ik ga samen met Marjolein Berendsen vanavond live. Ze heeft al een uitnodiging gestuurd om aanwezig te zijn. Dus ik ga haar even toelaten. Even kijken. Welkom iedereen. Wat veel kijkers gelijk. Ja. Even kijken. Marjolein, hallo. Oh, ik zie je. Wat fijn. Hallo, hoe is het? Ja, goed, goed, ja? Goed. Ik zag al wat leuke vragen voorbij komen op de mail voor vanavond. Dus geweldig dat we, dat we dit samen mogen verzorgen voor Your Brain Balance. Ja, dus, echt tof, hè? Heel erg leuk. En jouw mooie filmpje zag ik vandaag voorbij komen, ook over vanavond. Dus ik heb er super veel zin in. Ja, ik en hoe zit jij eigenlijk? Ja, helemaal. Ja, super leuk. Ja, de lives zijn echt onwijs gaaf met Your Brain Balance. En volgens mij hebben we ook een heel mooi en relevant onderwerp uitgekozen: energiemanagement. En we hebben inderdaad wat vragen gekregen. Ik ga ze er ook even bij pakken. En we hebben ongeveer een half uurtje, maar het kan natuurlijk altijd uitlopen. En als jullie zelf vragen hebben thuis, dan stel ze, want die gaan we ook nog beantwoorden. Ja, wat vind jij leuk. Fijn, Marjolein? Vertel eerst even wat over jezelf. Ja, misschien inderdaad voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is dus Marjolein. Ik ben de oprichter, founder van Zoma Opleidingen. Het is een opleidingsinstituut en wij leiden mensen op tot holistisch therapeut. We zitten in Moerkapelle, Westervoort en Voorburg. En daarnaast ben ik auteur van de boeken Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn. En sinds deze zomer ook holistisch expert aangesloten bij Your Brain Balance. Dus een collega eigenlijk van jou, ja, Florine. En zo jij? leuk. Ja, heel En voor gaaf. de mensen die jou niet kennen, wie ben jij? Nou, ik ben Florine Duif. Ik heb het boek Moeder Genoeg geschreven. Ik hou me denk ik al heel lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik ben van alles en nog wat. En ik heb ook nog een platform, The Mompany, speciaal voor moeders. En dus, expert van Your Brain Balance. Dus dat is echt, onwijs gaaf. Ja, supermooi. En vanavond gaan we het dus hebben over energiemanagement. Nou ja, zoals ik al zei, een meer relevant onderwerp dan dat is er op dit moment eigenlijk niet. Hè? Als we kijken naar, naar onszelf en hoe wij dagelijks in het leven staan. Wil jij daar wat over zeggen, Marjolein? Ja, ik ben zelf hartstikke hooggevoelig. Dus als je het hebt over energiemanagement, dan is voor HSP'ers, de mensen die nu luisteren, denken, oh ja, dat herken ik. Is dat echt een extra uitdaging, denk ik, nog eens bovenop in deze tijd. In het hooggevoelig zijn heb je natuurlijk vaak ook dat vanuit je energielevel daar al gauw een dip in kan komen. Dus dat je leegloopt in situaties, dat je merkt. Bijvoorbeeld, je zit naast die collega en ja, je voelt je gewoon eigenlijk fijn. En je merkt ineens, wow, ik word ineens helemaal moe en ik word helemaal leeggezogen. Nou, dan gaat het dus heel erg over energiemanagement. En dan is het nog even los van de herfst die we ingaan, de winter die we nu naderen. Van alles wat zich in de buitenwereld zich afspeelt. Van alle rollen die je nog misschien hebt als moeder, vader, je werk en alles. Dus dat is een extra grote uitdaging, denk ik, in deze tijd om daar heel goed aandacht aan te besteden. Dus extra mooi, denk ik, om dat vandaag met tweeën uit te gaan diepen, ook aan de hand van de vragen die we hebben gehad. Maar ja, zeker vanuit HSP weet ik hoe belangrijk energiemanagement is, want 18% van de Nederlandse bevolking heeft natuurlijk te maken met een burn-out. En dat is dus bijna 1 op de 5. Dus dat is echt enorm. Dat betekent dat Nederland afstevend op bijna burn-out nummer 1 land van heel de wereld. Ja, dat is zorgelijk. Dus extra fijn en extra goed om zeker in deze komende donkere dagen met de klok die achteruit teruggaat, daar samen over te hebben. Zeker, zeker.
Ja, het is grappig, want nou, zo grappig is het eigenlijk niet. Maar ja, wat jij zegt, 1 op de 5 ervaart een burn-out. Op een of andere manier houdt me dat de laatste tijd heel erg bezig. Ik zit ook wel eens op voor externe opdrachten op kantoren bijvoorbeeld. En daar, ja, daar merk ik ook wel de... Ik heb zelf ook ooit op een kantoor gewerkt. En ik, ja, ik merk daar... Ik voel sowieso ook veel energie in. Ik denk dat veel meer mensen daar ja, dat ook hebben. Maar ik zie het ook aan mensen. En ja, misschien is het er ook altijd al geweest. Maar ik vraag me dan af, ook kijkende naar mezelf. Ik ben moeder van 3 kinderen. Ik heb ook maar een bepaalde energie. En ja, ik dacht altijd dat ik onwijs extravert was. Maar ik denk nu juist dat ik veel meer introvert ben. Maar een maniertje heb geleerd om ja, in de omgang een soort van extravert te zijn. Dat zijn allemaal dingen die, daar, als je ouder wordt, hè, dan komt dat, dan ga je daarover nadenken. Maar goed, even terug naar wat ik wilde zeggen. Hoe denk jij dat zoveel mensen ja, best wel veel energie geven en het er dus niet voor terugkrijgen? Of er in ieder geval niet, dat het niet goed in balans is? Dat fascineert me de laatste tijd. En misschien hebben de kijkers hier ook een antwoord op. Ik heb daar ook geen antwoord op, maar ik heb daar wel een kijk op. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, nou, ik denk dat als we breder trekken dan alleen je mind, dat je kan zien van, hey, we hebben eigenlijk meerdere niveaus. Dus je kan fysiek voor jezelf zorgen, je kan kijken hoe zit het eigenlijk emotioneel, hè? Dus hoe zorg ik emotioneel voor mezelf, wat gebeurt er dus in dat koppie allemaal, wat speelt er op energetisch niveau, dus mijn batterij. En het laatste eigenlijk, wat speelt er zich op diepste niveau af? En dat noem ik dan spiritueel niveau, maar kan je ook zien als je kern. En ik denk dat als je die vraag goed wil beantwoorden, dat je eigenlijk naar al die 5 niveaus kan kijken, maar vooral ook naar die kern. Wat is eigenlijk de angel? Wat maakt dat ik vanuit de oorzaak gekeken, want je kan alles quick fixen, maar vanuit de oorzaak gekeken, wat maakt dat ik misschien mezelf wel in bepaalde situaties wegcijfer? Of energie weglek. En ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van alles. Dus als ik kijk naar mezelf. Mijn allergrootste thema in de oorzaak was het niet goed genoeg zijn. Niet goed genoeg voelen. Het gevoel hebben niet waar te zijn om van te houden. Dus wat ging ik doen? Ik was de allergrootste pleaser die je kon bedenken. Ik was er altijd voor iedereen. En ik zelf bungelde ergens op de 10e en op de 20e plek. Dus op het moment dat dan alle anderen waren geweest, dan had ik dat hele kleine stukje een beetje over. Nou, op een gegeven moment stevende ik ook af op een slash burn-out idee. Auto-ongeluk kreeg ik. Nou, nog de scheiding op een gegeven moment eroverheen. Dus best wel wat moeilijke momenten in mijn leven gehad. Maar dat was wel het moment om te beseffen, ja, stop. Hey, als ik helemaal wat stilgezet. Wat is er dan werkelijk belangrijk? Want als ik dus compleet niks meer waard ben, dus ik had een auto-ongeluk, was ik 9 maanden uit de running, kon ik niemand iets meer geven. Geen energie meer ook, hoe of wat. En dan hoor je ook wel van andere mensen, ja, dan leer je je echte vrienden kennen. Hè? Dat zeggen ze niet voor niets. En dat was ook zo, weet je. Op een gegeven moment, ja, alle mensen die ik energie gaf, kreeg ik ook niet eigenlijk alles voor terug. En toen bedacht ik mij, maar wat doe ik eigenlijk met mijn energie? En hoe goed zorg ik voor mezelf? En toen ben ik eigenlijk gaan leren, als je voorstelt dat je energielevel eigenlijk is als een glas. Dus het glas is als je lichaam of je systeem. En het water wat erin zit is als je energie. Kon ik leren, nou ja, onder andere door Reiki, maar ook andere manieren, het glas bij mezelf te vullen. Dus weer, en dan vullen is niet alleen qua energie, maar ook gewoon met aandacht naar die oorzaak. Hé, ik ben het niet waard om van te houden. Ik mag mijn gaten vullen, mijn pijnen vullen, mijn brein anders gaan invullen. Dus anders gaan denken over mezelf, anders gaan kijken. En dat maakte op een gegeven moment dat ik op een punt kwam dat mijn glas vol kwam. Dus ik had genoeg voor mezelf. En alles wat overstroomt is natuurlijk gezien voor anderen. Maar dat komt dan vanuit intrinsiek naar buiten uit. In plaats van ik geef aan de ander om er wat voor terug te krijgen, om die gaten op te vullen. Het gaat er dus echt over, voor mij, hey, hoe vul ik mezelf? Hoe zorg ik dat ik dat op een gegeven moment dat overstroom? En dan gaat het moeiteloos, dan gaat het veel meer vanuit de flow. En volgens mij gaat je leven dan ook
veel meer van uit te flowen. Dus de samenwerking met je brein, de samenwerking met, maar ook met de emoties, met alle vlakken, is eigenlijk voor mij in de angel waar komt iets vandaan. En dat gaan helen Mooi. En echt, echt opruimen. Ja, heel gaaf. Ik herken het ook wel, wat je zegt. Ook zeker in deze tijd waarin we, dus nou ja, precies wat jij zegt, waarin we hebben horen bijvoorbeeld ook heel veel over overvloed. En we moeten alles vanuit overvloed doen. Maar als jij geen overvloed kent, of dat natuurlijk gezien niet hebt geleerd, hè, stel jij komt uit een gezin waar overvloed nooit was, dan kunnen we heel mooi gaan denken, maar dat is een gat. Dat is, dus daar lekt continu energie uit, omdat je continu in tekorten eigenlijk denkt. Dus dan kunnen we net zo hard nog gaan denken, hé, maar je voelt het niet. Dus precies wat jij zegt, als die gaten gedicht worden, dan ontstaat er ook ruimte om dat glas te vullen. En kan het dus ook overstromen. En dan kan je, ja, of je het overvloed, of hoe je het ook wil noemen, dan kan het stromen. Maar ik denk dat heel veel mensen heel erg bezig zijn met iets willen bereiken. Van, het moet allemaal, we moeten elkaar alles gunnen, het moet overvloed. En, maar dat is allemaal helemaal waar. Maar dat moet je wel eerst intrinsiek dus voelen en ervaren. Ja. Ja. En als je dus inderdaad die gaten niet dicht, dan wordt het een race tegen de klok. En nou ja, ga je eigenlijk, nou ja, tegen het water, tegen de stroom inzwemmen. En dat kost alleen nog meer energie. En dan ben je nog steeds niet goed genoeg. En dan tel daar ook bij de prikkels van de schermen die we tegenwoordig hebben. We zijn continu aan het zenden. Ook al scroll je door je mail of een Instagram feed. Of ongeacht je reageert of niet. Je bent toch aan het zenden. Want je bent toch jouw energie aan het stoppen. Dus ik denk dat daar ook nog veel te halen valt. Hoe we daarmee om kunnen gaan. Hebben wij ook niet geleerd. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het is mooi, mooi ook aanvulling inderdaad. Want al die extra prikkels in deze tijd maken soms ook dat het makkelijker is om verder bij onszelf weg te gaan. Ik noem het eigenlijk altijd het thuis zijn in jezelf. En het thuis zijn in jezelf merkt iedereen wel op momenten dat je met dat bakje thee op de bank zit, dat je voelt, het is goed. Of dat je in het bos loopt en dat je verbinding voelt met de natuur. Of dat je, zoals in dit gesprek, dat je merkt, het stroomt. Of een kus aan mijn dochter, dat ze 's ochtends wakker wordt, even koelen. Het moment dat je thuis bent. Maar als je bekijkt hoe vaak wij in het dagelijks leven ook worden uitgedaagd door werk, door inderdaad al die schermen, alle prikkels, maar ook als moeder zijn en met alles wat is. Dat zijn er heel veel momenten dat je eigenlijk wordt uitgedaagd om ook in die momenten thuis te blijven. En dat is soms heel erg lastig. Ik zie iemand reageren, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou precies, Linda. Het begint echt bij jezelf. En daar ligt ook die energiemanagement. Tuurlijk kan je kijken, oké, welke ballen hou ik allemaal in de lucht? En wat dient en wat dient niet? En waar kies ik voor om dat te blijven doen? Waar krijg ik energie van? En wat laat ik los? Wat me geen energie kost, is ook heel goed. En dat is meer in de buitenkant wat zich afspeelt. Maar vooral ook intrinsiek. Hey, hoe zorg ik dat ik mezelf bewaak op al die niveaus? Hoe zorg ik dat ik me allemaal voed op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel niveau? Hoe zorg ik dat ik stevig blijf? Hoe zorg ik dat ik thuis blijf in elke situatie? En dat je daarin ook vaker kan voelen wat nodig is. Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is, we zijn allemaal uniek. We hebben allemaal eigen behoeftes. Dus kijk ook naar jezelf. Kijk naar wat jij nodig hebt. En volg daarin ook niet wat anderen doen, zeg maar. Laten we even naar de vragen gaan. Ja. Leuk. We hebben er een aantal. We kijken even hoe ver we komen. Hoe ga je om met deze tijd waarin je voelt dat dingen de verkeerde kant op gaan? Ja, het is natuurlijk eerst eventjes suggestief. Hè? Wat is de verkeerde kant op gaan dan? Hè? Dus dat is ook wel mooi om te kijken. En ja, wat is verkeerd? Ik denk wel dat denk ik gaat. Maar goed, het is een invulling dan over alles rondom corona. Vraag ik me af, dat weet ik niet zeker, want dan ga ik hem invullen. Maar ik denk dat het ook daarin weer heel goed is. Hoe kan ik trouw zijn aan mezelf? En wat kan ik wel en wat volg ik daar niet in? Ik weet niet hoe jij hem zou beantwoorden, want het is een beetje, je kan daarin kijken. Iemand reageert bij, hey, blijf bij jezelf inderdaad, zegt Patricia Timmer. Hoe zou jij erop reageren?
Weet je, iedereen die, wat ik net ook al zei, iedereen is anders en iedereen heeft een ander perspectief. Heeft andere dingen meegemaakt, kijkt anders tegen het leven aan. Ik denk dat heel veel mensen nu heel veel voelen. Dat heeft deel emotie, maar dat is ook deel gedachten die met je aan de haal gaan. Daarbij worden we ook gevoed door alles wat we tot ons nemen. Ook verhalen in onze omgevingen. Want we zijn daar ook, ja, we hebben ook, hoe zeg je dat? Ja, discussies. Nou, niet eens discussies, maar er wordt van alles gezegd. Dus dat is veel. Dat is veel informatie. Ik kan me voorstellen dat dat op heel veel vlakken raakt. Bij sommige mensen. Bij sommige mensen misschien ook niet. Hè. Het is ook maar net wat jij op dat moment ervaart. Ook daarin, precies, niks is verkeerd, leer je alleen maar van. Dus we leren, dat is het ook nog. Dus we staan en heel erg open, dus we leren ook van elkaar. Maar daarin ook, het kost ook allemaal echt wel veel energie. Dus kijk ook voor jezelf wat fijn is. Weet je, is het misschien heel even fijn om wat rustiger aan te doen? Of inderdaad wat minder op een scherm te zitten? Of... dat je ook even kan processen wat je allemaal voelt en of dat wel realistisch is of niet. En ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat daarin ook heel veel verschillende manieren zitten om daarmee om te gaan. Ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat echt dat een ontzettend persoonlijk iets is. Eens. Ja. Volgende. Hoe behouden jullie je energie? Marjolein. Nou, hoe behoud ik mijn energie? Ik kom net terug van een wat langer weekend in Ibiza. Nou, daar ga ik echt niet heel vaak heen hoor, want dan klinkt het wel zo, oh nou ja, die gaat er ook maar uit. Nee, hoe behoud ik mijn energie? Ik denk door op alle vijf niveaus goed voor mezelf te zorgen. Dus inderdaad, ik sport veel, ik eet gezond, ik slaap op tijd. Echt gewoon dus fysiek voeding. Dan wordt er iemand, ik zie ook wel dingen voorbij komen over de gedachten. Inderdaad, hoe voed ik mijn gedachten? Waar voed ik me mee? Waar richt ik mijn energie op? Emotioneel, de banden die je hebt met mensen, met mijn dochter, mijn vriend, mijn mooie lieve vriendinnen om me heen, familie, maar ook mensen bij zomaar. Gewoon, dus daarin jezelf voeden, maar energetisch dus ook voeden. Wat ik doe om energie te krijgen, dat is wat ik vooral ook aandacht geef. En wat mijn energie kost, probeer ik wat los te laten. En dat kan niet altijd. Maar ik kan wel mijn gedachten die ik daarin heb in dat moment aanpassen. Dus ik vind het echt niet leuk om te strijken. Ja, eerlijk is eerlijk. Maar dan denk ik ook, zet een podcastje op. Dus het is ook maar net, hey, welke bril zet ik op? Hoe zet ik mijn brein? Hoe zorg ik dat ik die positiviteiten inbreng? Want ik kies ervoor om te strijken. Ik kan ook kiezen om mijn blouseje niet te strijken. Maar dan ziet het er niet uit, bewijs van. Dus hoe voed ik mezelf op al die niveaus? En spiritueel gaat het voor mij heel erg over, hey, ben ik thuis in mezelf en volg ik mijn hart? En klopt dat, resoneert ook de dingen die ik doe met mijn zielsmissie, zeg maar. Dus ik pak hem echt op al die niveaus. Dus ik denk dat dat voor mij heel erg belangrijk is om die energiemanagement in al mijn niveaus goed te hebben. Anders gaat bij mij de balans toch wel mis. En jij? Ja, mooi. Voor mij staat voeding heel hoog in het lijstje. Dus echt letterlijk voeding. Echt voeding. Voeding, echt wat dingen die voeden. Dat tegelijkertijd ben ik ook wel heel realistisch op een dag. En zeker ook met drie kinderen waarbij ik toch wel altijd een soort van aansta. Ik geloof er, maar dit is dus een hele persoonlijke mening. Ik geloof erin dat we best wel in een fight or flight stand staan over het algemeen. Hè? Dus dat we, dat we continu bezig zijn met de toekomst. En dat is, ons brein werkt zo. Dat is ook bewezen, hè? Dat we continu in een soort alert stand staan. Daar kun je ook allemaal dingen tegen doen, maar stel nou even dat dat zo is. Ik word ook wel eens opgeslokt, hè, door de dag. Ik kan wel heel leuk zeggen, ja, ik mediteer, maar ik mediteer ook niet de hele dag door. Plus, ja, life goes on. En ik moet ook gewoon nog dingen doen, zeg maar. Dus
voor mij is het dan wel belangrijk om in ieder geval een paar momenten uit te zoeken waarbij ik me besef van, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Weet je, gewoon weer heel even terugkomen in het hier en nu. En dat gaat niet de hele dag goed. En dat gaat ook niet elke seconde van de dag goed. Maar dat is in ieder geval mijn punt om te zeggen van, oké, want dan kan ik ook weer even inchecken bij mezelf. Hey, hoe gaat het eigenlijk met mijn energie? Plus, during, en misschien als er mannen meekijken, hebben daar geen last van. Maar wij vrouwen zitten natuurlijk ook in een bepaalde cyclus. Ik heb daar, nou ja, goed, ik ben bijna 30. Maar ik heb daar last van. Zeker na de bevallingen. Dus dat is ook iets waar ik echt me aan moet overgeven. Hoe graag ik het soms ook niet wil, het kan niet anders. Want anders brand ik echt op. Ja. En ik ben dan echt niet de leukste persoon. Dus daarin ook grenzen aangeven. Ik denk dat dat voor iedereen heel erg belangrijk is. En dat leer je ook als je ouder bent. En dat gaat ook over vriendschappen. En dat gaat ook over sociale verplichtingen. En weet je, ik ga al heel lang niet meer naar events. Vroeger deed ik dat iedere week. Nu doe ik dat bijna niet meer. Ik heb er gewoon geen energie meer voor, letterlijk. Ja, ik vind dat wel mooi wat je zegt. Je trekt hem ook wel heel erg in het praktische. En dat is voor mij, ik herken dat heel erg. Ik heb ook rituelen die ik heb, zeg maar, dat ik 's ochtends inderdaad mijn reiki-momenten heb, meditatiemomenten, maar ook 's avonds voor het slapen gaan en gedurende de dag wat eikmomenten. En dan merk ik ook wel, hey, nou ben ik wat uit verbinding of nou zit ik... Ik kan heel erg veel gas geven. En dan denk ik later weer, ik moet met mijn voet op de rem. Ik moet weer even terug bij mezelf komen. Dat zit bij mij in het extraverte ook wel. En veel energie en soms zoekend daarin zijn. Maar ik denk dat belangrijk is dat hoe meer je thuis bent in jezelf, hoe meer je ook voelt van, nu ben ik even weg. En er zit geen oordeel op. Maar het is wel een uitnodiging om terug te komen. En ik zag een vraag voorbij komen van iemand tussendoor. Hoe hou je energie in jezelf? En dat zit hier dus ook in. Dat als je 's ochtends opstaat, dat je eens kijkt van, hey, kan ik al beginnen met de batterij helemaal op te laden? Nou, dat zit er ook in, goed voor jezelf te zorgen. Hè? Dus Florine, wat jij ook al zo mooi zei van, hey, wat heb je nodig? Hè, voor jou van voeding bijvoorbeeld. Maar dat je voor jezelf voelt, hoe zorg ik eigenlijk al dat dat batterijtje vol is? En dat je eens begint met te onderzoeken, hey, maar waar geef ik mijn energie dan eigenlijk aan? Dus als ik leegloop, wat gebeurt er dan? Dus word eerst eens bewust van in wat voor situaties is dat. Ik merk dat bijvoorbeeld eerder altijd in vergaderingen of op verjaardag dat ik toch mijn best ging doen. Of misschien wat ging pleasen. Dat ik dan op een gegeven moment merk, ik ben helemaal leeggezogen. Oh, wat doe ik daarin? Hè? Dus ik... Ik liep gewoon een soort van letterlijk leeg met energie. En dat ik op een gegeven moment ook ging ontdekken. Hé, maar daar zit dus iets onder. Wat doe ik daarin? En voor mij hielp gronden heel erg. Dus degene die de vraag stelde, goed gronden, dicht bij jezelf blijven. Er zijn wat aardingsoefeningen misschien die je kan doen. Maar ook echt heel bewust in je lijf zijn. En dat helpt je ook om je energie bij jezelf te houden. Dus die wil ik even tegen diegene nog zeggen die ik voorbij zag. Ja, goeie. En laten we deze dan ook gelijk even extenden naar een andere vraag. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb een kantoorbaan en merk dat ik in sommige dagen gewoon laag in mijn energie zit. Hebben jullie tips? Ja, ik kan wat dat betreft wel heel makkelijk praten. Omdat ik vrij ben in mijn werk. Wat in dit geval een heel groot voordeel is. Ik hoop. En ik snap dat dat echt niet in elk beroep kan. Zeker als je arts bent of dat je echt on the spot moet zijn. Maar dat kantoren op een gegeven moment echt rekening gaan houden ook met, wanneer zijn mijn werknemers het productiefst? Ik ben bijvoorbeeld van 9 tot 1, 2 het productief. Daarna is het klaar. Daarna is het gewoon echt helemaal klaar. Ben ik leeg? Ik kan het niet meer, zeg maar. Ja, als het moet, dan moet het. Maar daarna maak ik ook tijd om voor mijn kinderen te zijn, et cetera. Ik kan me voorstellen, op een kantoorbaan is dat anders. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Ik heb daar niet een kant-en-klaar antwoord voor. Maar wel als je het productiefst bent in de ochtend, ga dan al je dingen doen die ook het meest energie kosten. De grotere projecten. Weet je, e-mail en dat soort dingen. Dat kan later in de dag ook nog wel. Stel momenten voor jezelf in dat je een e-mail uurtje bijvoorbeeld doet. Of dat je op je telefoon kijkt. En niet de hele tijd afgeleid zijn door van alles en nog wat. Want dan gaat zelfs in je productieve uren, gaat je energielevel omlaag. Ja, mooi.
Mooi. Ja, ik geef ook vaak de tip. Ik sluit me helemaal aan bij jou. Dus daar ga ik niet nog meer over zeggen, want ik ben het echt met je eens. Maar ik ben ook een ochtend, meer een ochtendmens dan een avondmens. Dan heb ik eigenlijk de meeste afspraken toch het liefst in de ochtend. Ja. Maar ook als tip, als je daar zit op een bureau, begin eens eerst met jouw ruimte eigen te maken. Met dingetjes die voor jou fijn zijn in je energie. Maar ook bijvoorbeeld even wat vaker naar het toilet als je merkt van poeh, Ja. er is wat dat je ooit een moment, even een rustmomentje hebt. Of ik merk het ook wel als ik heel erg aansta, want ik kan ook heel veel gas geven. Dat ik merk, oh, ik ga eventjes iets letterlijk ietsjes achterover zitten. En weer even goed mijn voeten voelen. Even weer goed bij mezelf thuiskomen. Dus ik denk dat het ook vaak in degene die dan schrijft. Dat dat ook zit in kleine dingetjes die je op dat moment doet. Want het is heel inderdaad makkelijker. Op het moment dat je je leven al wat meer in kan delen zoals dat gaat. Maar er zijn ook inderdaad. Pak ook even hoe iemand reageert nu ook. Pak ook even vaak een momentje voor jezelf om mijn energie weer hoog te zetten. Ja, inderdaad. Oh, volgens mij zeg jij dat, Wim. Nou, mooi. Maar inderdaad, loop even naar het koffiezetapparaat. Ga even naar het toilet. Pak even een momentje. Even weer in je eigen energie te komen. Ja, Of want je bent niemand misschien een verplicht babbelingetje. om, weet je, dat er op een horloge wordt gekeken. Of, en ik snap, ja, sommige bedrijven werken helaas nog wel zo. Maar het gaat wat dat betreft, als jij goed werk wil leveren, moet je ook echt aan je energie denken. Dus Ja. Het is voor iedereen beter. Voor jezelf, voor je collega's, voor je werkgever. Ja. Ja. En ook als je even over het algemeen kijkt in je week. Ik zeg net wel inderdaad van op je productieve uren knallen. Maar ook daarin, ook ga niet tot het einde. Weet je, ga niet door. En ga juist op de dagen dat je wat minder energie hebt, doe dan ook wat meer. Dat klinkt heel stom, maar zo hou je het in balans. Wij mensen hebben ook namelijk heel erg de neiging om, we voelen ons goed. We gaan lekker vandaag helemaal het uiterste uit de dag halen. En de volgende dag, weet je, is het weer minder. En dan denken, dan balen we. Hè, waarom was het gisteren nou zo goed? En vandaag komt er niks uit mijn handen. Maar probeer het dan een beetje te balanceren. Dus ja, kleine beetjes iedere dag doen. Dat is ook een in ieder geval een tip van mij. Ja, van mij. Mooi. Mooi. Wat hebben we nog meer aan vragen? Iedereen heeft het altijd over terug naar de ware essentie. Maar hoe kom je erachter wat je ware essentie is? Dit staat even dus los van energiemanagement. Maar ik vind het wel een goede vraag. Ja, de ware essentie gaat echt over wie jij in wezen bent. Dus los van je verhaal, los van je gedachten, los van je emoties en je lichaam. Dus wie ben je? Wat blijft er over als je helemaal teruggaat in je hart, in jouw zijn? En dan kom je, de een komt dan bij stilte, de ander komt misschien bij liefde. Voel voor jou wat dat is. Dat kan je in meditatie voelen, maar ook wat ik daar straks al even zei. Misschien wel in het bos, misschien wel als je in zonsondergang kijkt. Of als ik Maya 's ochtends een knuffel geef en haar wakker waak, zo wakker kroel. Dan denk ik, oh, dan is zo alles zeg maar zo perfect. Dat is gewoon ja, zo zijn. Dus die ware essentie gaat over dat thuis zijn in jezelf. Dus los van je gedachten, je emoties, je verhaal, wie jij bent. En dat kun je ook 's ochtends heel goed voelen. Dus misschien ook een mooi tip als je 's ochtends morgenochtend wakker wordt. Je wordt wakker, dan is er een moment dat je hoofd gaat denken. Dus dan is er een moment dat je aangaat en bedenkt, hey, wat moet ik allemaal gaan doen? Oh, ik heb dat vandaag, ik heb dat vandaag, ik heb dat vandaag. Dus er komt een moment dat je gaat oppikken. Oh ja, ik ben Marjolein, ik moet zo dit doen. Maar als je nou eens heel even wacht met daar dat verhaal in te gaan, maar gewoon te zijn. Dat is je ware essentie. Dus je bent daar eigenlijk altijd al. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een oceaan, dat je helemaal ziet dat je als het ware een oceaan bent en je hebt haaien en dolfijnen zwemmen. De haaien zijn de negatieve emoties, al je nare dingen. En de dolfijnen zijn je positieve emoties, je lichamelijke sensaties en je positieve gedachten. Dat is allebei niet wat je bent. Dat wat je bent overstijgt dat en daar zwemt dat allemaal in. Dus jij bent dat zijn. Dat wat eigenlijk nooit, nooit doodgaat, wat nooit is geweest, wat eigenlijk er altijd al was. Dus daar kun je dus mee verbinden. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien klinkt het wel een beetje zweverig. Maar ga dan inderdaad in de ochtend, voordat je wakker wordt, dat je even daarbij blijft. Dat is je ware essentie. Ja, goede tip. Fijn. Even kijken.
Ik vond de coronatijd stiekem wel lekker zonder alle drukte met afspraken en eetjes. En vind het lastig om nu die rust vast te houden. Hoe behouden jullie je rust? Ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Heel eerlijk, ik vond het zelf ook wel lekker. Dus dan ga je je ook afvragen, wat geestig eigenlijk? Hoe kan dat dan? Want heb ik dan altijd dingen gedaan die ik niet, waar ik niet helemaal achter stond? Of hoe zit dat dan precies? Ik denk dat het meer gaat dat dingen echt een gewenning waren. Nou, die gewenning valt gedwongen weg. En dat je dan ruimte hebt om na te denken. En ook om te kijken van past dit nog wel bij mij of niet? Dus ja, hoe behouden jullie rust? Ik denk dat het een lastige is. Want enerzijds is het nu... Ik vind het voor mij op dit moment heel makkelijk om te zeggen... Oh ja, nee, ik zeg nee tegen een etentje. Maar dat is voor nu. Het is ook nog vers allemaal. Dus ja, misschien blijft het zo, misschien niet. Misschien val ik ook wel weer in het sociale gedrag. Voor mij is rust soms ook wel leuke dingen doen. Dus juist ook wel dat sociale opzoeken. Dus het is voor mij niet zwart-wit. Rust staat voor mij niet gelijk aan helemaal niks doen. Maar rust staat voor mij ook in een omgeving zijn waarin ik met fijne mensen omringd ben. Het staat ook voor, even wat jij net zei over die essentie. Ook inderdaad gewoon even in het moment zijn. In het hier en nu zijn. Even ongeacht. Weet je, we hebben altijd maar doelen en we gaan altijd maar door. Ik vind dat onrustig. Ja. Ik denk er nu af en toe wel eens aan. Ja, ik heb gewoon nu even geen doel. En dat vond ik eerst heel moeilijk om te zeggen. Maar zodra ik dat ga accepteren, geeft mij dat heel erg veel rust. Dus gewoon ook even zijn per dag. Ik weet niet wat er over een minuut gaat gebeuren. Wat er morgen gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Dus daarin ook je acceptatie vinden dat het ook gewoon even goed is. Ook wie je bent, wat je doet. We worden natuurlijk ook geconfronteerd met veel meer. En alles kan altijd beter. En geluk en... Ja, ik geloof ook zeker in de stroming van, of je nou spiritualiteit wil noemen of persoonlijke ontwikkeling of whatever, dat we juist ook weer meer teruggaan naar minder. Ja. En dat is ook wat rust is, maar dus ook leuke dingen doen. Mooi. Mooi. Hoe zitten we met de tijd, Florien? Ik heb geen idee. Het is half. Ja, we hebben nog wel heel eventjes. Oké, okay, hebben we nog vragen? Nou ja, laten we vragen beantwoorden. Ja. Zijn er vragen die jullie stellen? Zijn er nog vragen of waren dit ze? Ik ga even Ik weet kijken. Het even niet. Nou, 1, 2, 3 kan ik ze niet echt terug. Nou, mochten mensen vragen hebben en we hebben hem overgeslagen, zou je hem dan alsjeblieft nog een keer willen stellen? Ja. Ik zie er ook geen dingen meer in tussen staan. Volgens mij hebben we de... dingen beantwoord, denk ik zo. Hey Marjolein, is er iets wat jij mee wil geven aan de kijkers? Over energiemanagement. Begin echt bij jezelf. Dus ga jezelf voeden. Je kan heel mooi in je omgeving gaan schrappen. Oh, dan ga ik die bollen loslaten. Ik ga dat doen. Maar het gevaar is dat je dan toch weer met andere dingen gaat invullen. Dus kijk naar jezelf. Een stuk echt zelfonderzoek. Hey, heb ik misschien gaten die ik onbewust vul? Of waarmee ik dingen quick fix? Hey, maar waar kan ik nog meer bij mijn ware essentie, bij mezelf, bij mijn kern uitkomen en dat gaan voeden? Dus ga vooral ook op al die niveaus jezelf voeden. Dus inderdaad, hoe voed je je fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel? Hoe voed je jezelf? Dus vooral lekker aarde. Ga morgenochtend, voor degene die dat leuk lijken, ga morgenochtend als je wakker wordt. Blijf eens daar. Zet je mind. Ga niet gelijk je mind volgen. Ga niet gelijk het verhaal volgen. Maar blijf eens daar. Dat is je thuis. En dan ben ik ook benieuwd als je dat zou willen. Als je dat leuk lijkt. Om eens in de loop van de dag te gaan voelen. Oh ja, kan ik daar nog steeds naar terug. En dat vaker oefenen. En dan ga je merken. Oh, ik ben nu thuis. Of ik zit weer ergens in een of andere TGV en ik ben weer weg. Dus ga het eens voor jezelf onderzoeken. Hey, wanneer ben ik bij mezelf, wanneer niet? Zonder oordeel, maar gewoon onderzoeken. En dan kan je ook van daaruit veel makkelijker ontdekken.
Oh, ik merk dat hier mijn lampje, mijn kracht nog meer van gaat branden. En oh, ik merk dat dit stukje het eigenlijk verzwakt. Oh, en wat zit daar dan eigenlijk onder? En waar gaat het eigenlijk over? Dus volgens mij is zelfonderzoek ook wel de sleutel om meer met je energiemanagement om te gaan. Mooi, heel mooi. En daar wil ik nog aan toevoegen. Wees eerlijk naar jezelf toe. Heel eerlijk naar jezelf. Ja, als jij denkt van dit gaat me heel veel energie kosten, ik heb hier eigenlijk geen zin in, maar ik doe het lekker toch. Dat je dan ook eens gaat kijken, misschien moet ik het gewoon even niet doen. En dat is niet makkelijk. Dat kost in de beginning ook heel veel energie. Maar aan het eind van de streep gaat het je wel veel opleveren. Dus ook de vraag inderdaad misschien met de mooie oefeningen van jou Marjolein. Dat je ook echt is. En even ook jezelf niet afstraffen daarin. Maar gewoon echt eens heel goed kijken van. Ben ik nu eerlijk naar mezelf of niet? En zo niet, dan heb je de volgende keer nog een kans. En dan nog één en nog één en nog één. Dus je hebt altijd weer opnieuw de keuze. Maar dat je dat ook even bewust maakt. Want niet eerlijk zijn naar jezelf toe kost ook heel veel energie. Nou, goed. Mooi. Nou Marjolein, dankjewel. Wijs gaan. We gaan afronden. Ja, ja gaan super. Afronden. En nou, wij spreken elkaar sowieso. Ja, en voor leuk. Iedereen die heeft gekeken, je kan altijd nog vragen ook onder de comments stellen. Want ik sla hem op als een Instagram TV. Dus je kan hem altijd terugkijken. En nou, ik wens jullie en jou Marjolein ook een hele fijne avond. En, dank je wel allemaal. Dank ja. je wel, Florien. Het is super fijn. En dank je wel, Your Brain Balance, voor dit platform dat zeker, wij zeker. Daarop weer aan mogen bijdragen. Ja, Dus dank je wel. Ja, en ook, ja, het gewoon dat brain balance ook zo veel connectie brengt, is ook echt ja, ja, heel heel erg mooi. bijzonder. Ja. Ook Oké. dankbaar voor het Okay. plan. Doeg! Nou, dag lieve mensen. Doeg! Bye.